Leuk dat jullie er weer zijn. En zeker mijn lieve peetjesfamilie. Ik ben blij dat jullie weer kijken. Ik heb vandaag iets wat voor mij heel belangrijk is. Of ja, voor mijn peetjesfamilie. En dat komt eigenlijk door een vraag die ik kreeg. Wat houdt asperger in? Ja, ik kan een beetje uitleggen wat het syndroom zelf inhoudt. En ik kan uitleggen wat mijn ervaring is. In de tijd dat autisme geconstateerd is, was er een psycholoog die ontdekte dat er ook mensen met autisme zijn die wel kunnen functioneren, dus die niet helemaal van de wereld af zijn. Maar die heel veel geestelijke aspecten of heel veel communicatieaspecten misten. Sociale aspecten met name. En die psycholoog die heette Asperger. Dus vandaar het Asperger-syndroom. Tegenwoordig hoor je dat heel vaak. Ze zeggen heel vaak iemand heeft Asperger. En hoe komt dat? Omdat diegene de vaardigheden mist. In een sociale kring of met sociale aspecten. Maar er is een verschil. Er zijn mensen met Asperger-syndroom en er zijn mensen met Asperger-symptomen. Maar die hebben dus geen Asperger. Waar ligt dat dan aan? Dat ligt dus aan het feit dat ze het vroeger niet aangeleerd hebben. Dus gezinnen waarin mensen verkeerd met elkaar omgingen, of waarin weinig sociale omgang was, waardoor kinderen het eigenlijk niet aan kunnen leren van hun ouders. Dus het nooit geleerd hebben. Dat heb je, die deel mensen, of ja, dat klinkt weer zo genererend, maar die worden heel vaak verward met Asperger. Mensen met Asperger willen wel sociaal zijn, maar kunnen het niet. En ja, dat klinkt ook weer heel extreem. En dat is het ook wel, maar ja, je leert ermee leven. Nou, in dat gedeelte zit ik. En het brengt voordelen met zich mee en heel veel nadelen. Maar dat is een beetje in het kort de verschil tussen mensen met Asperger en mensen met Asperger gedrag of Asperger symptomen, maar die geen Asperger hebben. Bij mij, ik heb het al heel mijn leven. Ik kan er ook niks aan doen. Maar de nadelen vind ik, en ja, dan spreek ik voor mezelf, is dat ik heel onzeker ben in de buurt van anderen. En dat komt door mijn ervaring met omgaan met anderen. Ik kan bijvoorbeeld geen gezichtsuitdrukkingen lezen. Ik zie wel dat ze iets doen met hun gezicht. Maar of ze nou daadwerkelijk geïrriteerd zijn of verbaasd of dat soort dingen, dat vind ik heel moeilijk. Weet je, ik vind dat heel moeilijk om af te lezen van iemand, van iemands houding, hoe diegene zich voelt. Dus stel iemand voelt zich rot en die zegt dat niet tegen mij, dan ga ik gewoon vrolijk verder waar ik mee bezig ben. Niet omdat ik niet geïnteresseerd ben in die ander, maar ik heb gewoon niet door op dat moment dat die ander non-verbaal iets probeert aan te geven. Dus non-verbale communicatie met mij gaat niet werken. Weet je, dat dat lukt mij niet en ik snap het ook niet. En dat ben ik.
Dus dat vind ik echt een nadeel, dat ik non-verbale communicatie niet goed kan verwerken of erop kan reageren. Daarbij heb ik in sociale kring heel veel moeite met vreemde mensen. Ik word er ibelig van. Ik ken iemand niet, dus ik weet niet waar ik aan toe ben. Ik weet dan niet hoe ik moet gedragen. De ene keer ben ik heel uitbundig, de andere keer weer heel down of stil of noem het maar op. Waardoor mensen dus een heel verkeerd beeld krijgen van mij. En ben ik mezelf, ben ik heel monotoon. Gewoon, dit is wie ik neutraal ben. En, het is moeilijk om erover te hebben. Mensen vinden mij ook vaak sociaal ongepast gedrag. Dat ik dat vertoon. Waarom? Omdat ik niet goed weet wat je wel en wat je niet kan zeggen in welke situaties. Dus het is niet dat ik het niet geleerd heb, maar ik kan bijvoorbeeld niet aanvoelen waar de grens van iemand ligt of waar je jezelf moet beschermen. En dat zijn best wel belangrijke aspecten die je normaal gesproken meekrijgt. En die je aanleert. Ik kan het mezelf niet aanleren. Ik heb wel een methode nu. Bepaalde dingen, daar heb ik het gewoon niet over. Dus daar hoef ik ook niet over na te denken. Maar daar heb ik het gewoon niet over met vreemden. Op die manier voorkom ik dat ik mezelf eigenlijk te veel blootstel aan anderen. Of te eerlijk ben en te gedetailleerd antwoord ergens op geef. En mensen wegjaag. Ik jaag meestal mensen weg. Tenminste, dat is mijn ervaring. En ik ben daar heel vaak heel kwaad op mezelf om geweest. Ik heb heel vaak het gevoel gehad van ik wil er niet meer zijn. En waarom moet ik veranderen terwijl de wereld zo krom is? En dat is nog steeds moeilijk voor mij hoor. Ik heb daar ook nog steeds geen antwoord op. En het ergert mij nog steeds. Want in mijn wereld komen sociale spelletjes niet voor. Ik snap dat ook allemaal niet. Weet je, doe gewoon normaal. Weet je, wees gewoon eerlijk, wees normaal. En dat maakt alles zoveel simpeler. Het is verspilde moeite. En aan de andere kant is het ook deels jaloezie. Want ik weet niet eens echt wat jaloezie is. Maar ik kan het niet. En daar baal ik van, weet je. Ik wil dat ook heel graag kunnen. Ik wil ook heel graag vrienden. Ik wil ook heel graag een leuk, gelukkig leven. En door mijn houding en mijn gedrag en mijn doen en laten jaag ik gewoon anderen weg. Dus ik heb mezelf moeten aanleren of aangepast gedrag moeten aanleren. En dat gaat bij mij ook niet automatisch. Het is niet zo dat als jullie bijvoorbeeld iets sociaals leren, dat je het precies weet wanneer je naartoe moet passen. Dat is bij mij dus niet zo. Waardoor ik vaak fouten maak. En ik heb het leren accepteren. Maar bijvoorbeeld dat je bepaalde mensen wel 3 zoenen geeft en bepaalde mensen niet. Dat is bij mij heel lastig. Weet je, ik kijk naar mijn partner, doe ik mijn partner het en dan doe ik het na. Weet je, dan weet ik in ieder geval dat ik goed zit. Maar uit mezelf, weet ik niet zo goed hoe of wat. En dat is een beetje het probleem bij mij op sociale kring. Dat ik vaak verkeerde opmerkingen maak, te eerlijk ben.
En onbedoeld beledigend ben of onbedoeld asociaal. Terwijl dat niet mijn bedoeling is. Dat is in het sociale aspect in het leven. De nadelen. De nadelen binnen een relatie. Voor mij is het heel moeilijk om liefde in doen en laten te herkennen. Net zoals ik in het begin ook vaak moeite had dat mijn partner niet zegt ik hou van jou, maar juist laat zien in zijn doen en laten, terwijl ik kan dat niet ontcijferen. Ik weet dat hij het doet, maar wanneer, hoe of wat, geen idee. En ik heb een hele lieve vent, geloof me. Hij is de meest geduldige persoon op deze aardbodem. We zijn nu 10 jaar bij elkaar. En hij heeft als het ware zichzelf aangeleerd hoe hij met mij om moest gaan. En ja, dat heeft voeten in de aarde gehad. Maar ja, we zijn nog steeds super gelukkig met elkaar. En we weten precies wat we aan elkaar hebben. En ja, op die manier werkt het gewoon super goed. Maar daar had ik dus ja, heel veel moeite mee. Dat hij niet constant zei dat hij van me hield. Want ja, als je van iemand houdt, dan zeg je dat je van iemand houdt. Dat is de meest directe communicatie. En ja, dat ja, dat heb ik meestal 's middags een keer en 's avonds voor het slapen gaan, dat ik even wil peilen van hoe gaat het. Want anders weet ik het niet. En ja, affectie tonen, ja, dat is niet aan mij besteed. Ik ben niet het meest romantische type die er bestaat. En ja, wat moet ik daar verder eigenlijk over zeggen? Ja, ik zal niet zomaar een kaartje kopen zoals mijn ventje wel doet voor mijn partner. Ik zal niet zomaar iets lekkers voor hem kopen als hij dat niet aan mij vraagt. Ik zal niet zomaar bloemetje plukken voor hem of kaarsjes neerleggen, romantisch idee bedenken. Nee, dat gaat niet gebeuren. Niet bij mij in ieder geval. Ja, eigenlijk alles wat alles op sociale aspecten, dus iemand laten zien dat je van hem houdt. Iemand uit jezelf helpen. Iemand interesse tonen in iemand. Ik kan het wel als het gevraagd wordt. Maar het komt niet bij mij uit mezelf op. En dat heeft niks mee te maken dat ik niet van mijn ventje hou. Want dat is onzin. Maar het komt gewoon niet bij mijzelf op. Weet je, ik zal dat niet zomaar uit mezelf doen. Stel, mijn ventje zegt, ja, zullen we, als ik AJ, ons zoontje dan, zullen we daarna eten als we hem hebben opgehaald? Of als ik hem heb opgehaald? En dan zeg ik prima, weet je, logisch. Gaan we daarna lekker eten, want hij is 's avonds klaar. Maar dan zet hij de spullen neer en dan bedenkt hij van tevoren van, oh, dan zet ze alvast dingen op tafel of maakt ze alvast de tafel schoon of zorgt ze in ieder geval dat ze klaar is met de dingen die ze doet of zet ze een pan aan of wat dan ook. En dan komt mijn vent terug en er is gewoon niks gebeurd. Niet omdat ik dat niet wil doen, maar hij heeft het dan niet aan mij gevraagd. En dat is lastig, want dan heb je vaak
miscommunicatie. Want dan gaat hij ervan uit dat ik iets begrijp. En ik weet van helemaal niks, letterlijk. Het is echt niet onwil of oninteresse, maar... En dan zegt hij van, ja, had je dat niet zelf kunnen bedenken? Nee. Weet je, had ik het zelf bedacht, dan had ik het wel gedaan. Weet je, het is niet dat ik het niet wil doen, maar het komt niet in me op. Dat is hetzelfde als mijn ventje zegt, wil je vandaag de afwas doen? Ja hoor, prima. En hij vraagt dat 's ochtends bijvoorbeeld om 9 uur. Wil jij vandaag de afwas doen? Ja hoor. Of wil je de afwas doen? Prima. Dan vraagt hij het om 3 uur weer. Wil je de afwas doen? Ja hoor, ga ik zo doen. Weet je, omdat hij geen duidelijk tijdstip aangeeft, een dag heeft 24 uur. Weet je, dus ja, wanneer ga ik dan die afwas doen? Ik heb heel de dag. Ik ga me dan niet zitten stressen. Ik ga dan niet gelijk in de houding als ik het vandaag moet doen. Terwijl hij denkt van ja, je begrijpt toch wel dat ik nu bedoel? Terwijl, dat heeft hij niet letterlijk aan mij gevraagd. Dus hoe kan ik dat weten? Even serieus. Nou, dat zijn allemaal dingen die een relatie bemoeilijken. Net zoals dat mijn partner, als hij seks wil, moet hij dat letterlijk zeggen. En dat is heel moeilijk geweest in het begin. Maar hints geven aan mij gaat niet werken. Waarom niet? Omdat, ja, ik begrijp ze niet. Weet je, ik snap daar echt gewoon helemaal niks van. En dat heeft dus ook geen nut bij mij. En ik hoor vaak dat ik dingen te letterlijk neem. En ja, ik weet niet of ik dat doe, maar ik hoor dat heel vaak. Met name mijn schoonmoeder heeft daar problemen mee. En heel veel mensen lopen vaak op hun tenen als ze bij mij in de buurt zijn, omdat ze bang zijn dat ik kwaad word of iets letterlijk neem of wat dan ook. Terwijl dat voor hun niet zo bedoeld is. En dat is hetzelfde als, doe niet zo lelijk. Doe niet zo lelijk. Trek ik een lelijk gezicht? Zie ik er lelijk uit? Zijn mijn bewegingen lelijk? Weet je, ik kan dan niet opmaken. Ja, ik heb nu dan geleerd, doe niet zo lelijk, dat betekent dat je niet zo gemeen moet doen. Maar ja, op het moment dat ze dat zeggen, komt dat niet direct in me op. Ik moet daar over nadenken. En dat heb ik mezelf ook aangeleerd. Van eerst nadenken, hoe wordt iets bedoeld? Vraag het anders als je het niet begrijpt. En dat helpt mij ook heel veel. Ik vraag dan ook van, ja, bedoel je dit of bedoel je dat? En dan wordt er gezegd, nee joh, ik bedoel zus of ik bedoel zo, weet je. Gewoon duidelijkheid, dat is voor mij heel belangrijk. En veranderingen trek ik niet. Met name waar dingen staan. Dingen moeten altijd op dezelfde plek staan. Weet je, het moet niet verplaatst worden. En voor mij een logische plek is niet voor iedereen een logische plek. Weet je, ik ben van de praktisch. Ik wil alles bij me in de buurt hebben wat ik nodig heb. En ja, ik betrek sociale aspecten zoals dat het er mooi en overzichtelijk uitziet. Dat komt niet in mijn vocabulaire voor. Weet je, het moet praktisch zijn. Dus al mijn spullen liggen als een eiland om me heen. En ik denk ook niet over na hoe dat eruit ziet voor een ander. Weet je, en dat maakt het best wel lastig voor de partner. Want ja, mijn logica is niet zijn logica. En ik denk ook niet van de rest van de wereld. Dus ja, dat zijn kleine hobbeltjes die je dan hebt. En
Ja, als die tegen mij zegt, ik moet even weg, dan verwacht ik dat dat ook maar even duurt. En duurt het langer dan even, dan raak ik in de war. En word ik gestrest en kan ik paniekerig worden. Ik neem dat letterlijk, weet je. Het is niet alsof ik dan denk van, hij is even weg, een halve dag of zo, of een paar uur. Nee, even is bij mij even. En als ik even moet omschrijven, dan is het tussen de 5 à 10 minuten. En dat zijn allemaal rare fratsen die ik heb. En niet weten wanneer ik moet stoppen. Die signalen die krijg ik ook niet binnen. Dus stel, ik praat met iemand en diegene is totaal niet geïnteresseerd of diegene wil verder waar hij mee bezig is. Ik blijf doorgaan. En ik blijf praten. Of ik leg dingen veel te ingewikkeld uit omdat ik het zo opgeslagen heb, waardoor niemand mij begrijpt. En ik heb best wel veel informatie in mijn hoofd. En alles wat ik aan interessante dingen zie, sla ik ook daadwerkelijk exact op. Dus ik kan daar geen kleinere versie van maken. Of een, ja, hoe noem je dat? Een kortere versie, die is er niet. Of een makkelijkere, begrijpelijkere versie is er ook niet. Weet je, het is de informatie die ik heb opgeslagen, punt. En dat maakt het voor mij ook heel moeilijk om het een ander te laten begrijpen. Terwijl het voor mij heel logisch is. Want ik heb het zo opgeslagen, dus het is logisch. Stel, ik kijk een documentaire over moleculen. Ik sla die hele documentaire op. Ik weet precies van A tot Z hoe dat in elkaar zit. Ik wil dat aan mijn vent uitleggen die ten eerste niet geïnteresseerd is in die onzin. Tenzij hij iets met moleculen doet. Maar hij is bezig bijvoorbeeld met een avondeten en denkt aan wortels. Ik ben bezig met de moleculen. Weet je, dus dat is al verwarring punt 1. Verwarring punt 2. Ik leg het exact uit. Dus ook in de vaktermen. Ook in de manier hoe ik het heb opgeslagen. En dan vraagt hij, ja, wat bedoel ik? En dan herhaal ik het. Het is niet dat ik dan met een betere versie kom. Nee, ik herhaal wat er gezegd wordt. Of wat ik heb gezegd. En 3, ik kan heel gefrustreerd raken als die mij dan niet begrijpt. Want dan denk ik van, ja, hallo, ik leg het je exact uit. Waarom begrijp je me niet? Niet bij stilstaan dat heel zijn hoofd daar niet naar stond. Dat hij de manier van uitleg niet begrijpt. Dat hij verder geen enkele achtergrond heeft die een normaal mens wel nodig heeft om dat soort dingen te begrijpen. Dus ja, dat is lastig. Maar het voordeel is wel, ik ben eerlijk. Weet je, ja. En iedereen liegt, dus ja, ik zal ook liegen. Maar ik ben wel eerlijker dan het gemiddeld. Waarom? Ik snap heel veel dingen ook niet. Weet je, ik als eerlijk persoon vind ik het al moeilijk genoeg. Laat staan als ik ook nog iets moet gaan verzinnen. En dat moet gaan onthouden. Elke keer als ik die persoon zie. En noem het maar op. Weet je, en dat zijn allemaal handelingen die ik moet doen voor 1 leugen. Dus laat staan, weet je. Ga niet werken. Voordeel 2. Ik heb voor heel veel dingen geen achtergrond nodig. Of een achtergrondstudie. Weet je, ik kan gewoon dingen opzoeken die mij interesseren. En
Ik pluis het heel snel uit. Ik weet precies waarover het gaat. En next. Weet je, dus ik ben heel goed in informatie opslaan. En ja, technische dingen opslaan. 3. Ik ben super, super, super creatief. En ik hoef maar een filmpje te kijken en ik kan het exact namaken. Zonder dat ik ervoor geleerd heb of er iets heb voor hoeven doen. Weet je, dat zit in mij. Dat kan ik gewoon. Ja, wat is nog meer een voordeel aan mijn autisme? Ja, ik ben geen sociaal schaap. En vroeger was dat een nadeel. Dat ik niet mee kon in de sociale kring. Maar hoe meer ik de wereld beter leer kennen, hoe blijer ik ben dat ik niet de sociale, het sociaal spelletje meespeel. Ik ben ik. En ja, alleen samen kleuren we de wereld. Nou, dan komen we toch weer terug op mijn outro. Ik ben ik. En ik kan mezelf dus ook niet vergelijken met anderen. En dat klinkt heel raar. Maar ik heb niet het vermogen om mezelf te vergelijken met anderen. Dus ik ben minder snel jaloers dan anderen. Maar een nadeel is ook, ik hecht veel minder aan anderen. En aan spullen en dingen die voor mij minder belangrijk zijn. Ja, dat is dan wel weer een nadeel. Weet je, ja. Ik vergeet soms dat ik naar de wc moet. Of moet eten. Of mijn tanden moet poetsen. Als ik eenmaal één dag uit mijn routine ben geweest, dan kan je donderop zeggen dat het een één groot chaos is. In mijn hoofd, in mijn huis, in mijn omgang. Ik moet dan weer echt even weer helemaal terug naar de basis. Nadenken, stap voor stap, wat ga ik doen? En zodra ik daar weer in zit, gaat het allemaal prima. Maar ik moet niet uit mijn omgeving, want ja, dat is voor mij heel moeilijk. En ja, trouwens nog een nadeel. Ja, helaas heeft het meer nadelen dan voordelen, maar de voordelen wegen wel zwaarder dan de nadelen. Weet je, ik ben wel blij met mezelf. En ik ben blij dat ik uniek ben. En ik ben blij dat ik creatief ben. Dat ik intelligent ben. En dat is niet om arrogant te zijn. Maar ja, ik heb zelfkennis. Ik weet heel goed wat ik wel en niet kan. En ja, dat heb ik nou eenmaal. Helaas komt het er vaak niet zo uit. Omdat ik ja, een quirky ben. Ik kom heel raar over. En ik struikel heel vaak, als ik enthousiast ben, struikel ik over mijn woorden. Omdat ik dingen goed in beeld. Ik moet te veel multitasken. Weet je, daar komt het eigenlijk op neer. Ik ben met jullie aan het praten. En ik ben tegelijkertijd naar mezelf aan het kijken. Of ik me op de juiste manier gedraag. Ik ben tegelijkertijd aan het nadenken over berichtjes die jullie hebben gestuurd. Ik ben met zo ontiegelijk veel bezig als ik een filmpje maak. Ja, dan wil het nog wel eens dat ik bij zin 1 ben en mijn hoofd is al bij een ander hoofdstuk. Of zin nummer 20. Dus dan spreek ik dat soms verkeerd uit. Dus ja, ik kom vaak een beetje goofy of sommigen noemen het zelfs dom over. Maar geloof me, ik ben niet dom. En ja, dat dus. Maar ja, het grootste nadeel is, ik ben niet in staat om, of moeilijk in staat om, vriendschappen op te bouwen en te onderhouden. En dat is een van de grootste redenen waarom ik zo blij ben met mijn Peetjesfamilie. En waarom ik
zoveel van jullie hou. Kijk, je hoort heel vaak mensen zeggen, ja, ik hou van jullie. En die menen er geen klote van. Dan denk ik, hou je mond dicht. Als je het niet meent, zeg het niet. Maar ik meen het ook echt. Want door deze communicatie tussen mij en mijn Peetjesfamilie en mijn liefiepiefies, YouTube-kijkertjes, heb ik toch een vorm van sociaal contact die voor mij te onderhouden is. En ben ik toch sociaal bezig. Want ik wil dat wel. Ik wil wel sociaal zijn. Al die dingen die, waar ik moeite mee heb of dingen die ik niet kan, is niet omdat ik het niet wil of omdat ik het nooit heb aangeleerd. Het is dat dat deel gewoon in mijn hersens niet werkt. Waardoor het voor mij gewoon, ja, sommige dingen zelfs onmogelijk zijn, maar sommige dingen ook heel moeilijk zijn. En het sociaal leven is daar één van. Berichten sturen is er één van. Sociaal netwerken is er één van. Al dat soort dingen, dat is voor mij super moeilijk. En ja, dat zal het altijd zijn. Maar ik ben wel super blij dat ik jullie heb. En ik meen het echt als ik zeg, ik hou echt van jullie. Want door jullie, ja, heb ik een deel die ik daarvoor niet had. En ja, voel ik me wat minder eenzaam. En dat klinkt heel gek, maar ja, ook mensen in Nederland met een gezin en met kennissen en familie kunnen eenzaam zijn. Maar dat is in ieder geval nu een stukje minder. En daar ben ik jullie ongelooflijk dankbaar voor. En super bedankt voor alle lieve berichtjes en voor alle steun die ik van jullie krijg. En ja, voor mijn diehard Peetjesfamilie. Ik hou zo super veel van jullie. Ik hoop dit echt nog jaren te kunnen doen. Nou, ik denk dat dit even genoeg is over mij en mijn autisme. Ik hoop dat ik het duidelijk heb uitgelegd. Ik ben zo duidelijk mogelijk voor mijn gevoel geweest. Ik heb het zo makkelijk mogelijk geprobeerd uit te leggen. Zijn er nog vragen? Vergeet dan niet een berichtje te sturen. Ik antwoord altijd. Ik hou super veel van jullie. Al heb ik dat al 1000 keer gezegd. Maar ik meen het. Dus ik zeg het lekker. Ik ben ik. Jullie zijn jullie. Maar alleen samen kleuren we de wereld. Ik hoop jullie snel weer te zien.